Hoi iedereen, ik ben Chantal. Ik ben al 34 jaar zelfstandig kapster. Mijn eigen zaak uitbouwen, dat was echt een droom voor mij, want ik wilde niet voor een baas werken. Maar mensen mooi maken, dat was eigenlijk ook een passie van mij. Maar toen ik 13 jaar geleden eigenlijk een verkeersongeval kreeg, kwam ik voor de allereerste keer in contact met de nadelen van een zelfstandige activiteit. En dat is dat sociaal vangnet dat we niet hebben, het pensioen dat we eigenlijk niet zo heel goed kunnen opbouwen. En ik wilde verandering, want van die stress, daar lag ik 's nachts van wakker. En ik wilde dat niet meer. Ik wilde dat tweede inkomen opbouwen. En dat heb ik geprobeerd. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb homeparties gegeven, maar na een tijd voelde ik me daar niet zo goed mee. Ik vond het heel moeilijk om mensen te vinden daarin en ik dat paste niet met mijn karakter. Maar ik gebruikte de producten van Forever wel al jaren. En op een gegeven moment werd ik eigenlijk uitgenodigd, zoals jullie nu een presentatie zien. Die was toen nog live. En ik zag als ondernemer onmiddellijk dat ik dit naast mijn job kon uitbouwen. Dat ik mijn eigen agenda kon invullen. Dat ik echt kon zelf bepalen welke richting ik uitging. Nu, wat heeft Forever mij op die 5,5 jaar gebracht? Ja, natuurlijk rust. Maar vooral dat tweede inkomen dat ik heb. Dat plan B dat ik 5 jaar geleden gestart ben, nu dat de kapsalons weer gesloten zijn tot januari, dat geeft me echt een heel fijn gevoel. Het uitbouwen van een team waar ik ook heel veel plezier van heb. En ja, nog steeds kan ik de combinatie van mensen mooi maken en plezieren kan ik ook nog bij onze producten doen. En dat wens ik iedereen toe.